Maar de moeilijkheidsgraad compenseerde dat met een tiende punt. 15.550 is de leidende score. We hebben nog drie finalisten voor u. Dit is Sandra Isbaza, de Roemeense. Dit jaar Europees kampioen op dit toestel. Oh, ja, net over de vloer. Ja hoor, ik zie buiten uw beeld de lijnrechter de hand omhoog steken. Dat wil dus zeggen dat ze daar een tiende punt aftrek krijgt. En ook hier gaat van dezelfde lijnrechter ook weer de hand omhoog. Dus dat is al 2/10 kwijt. Het vloeroppervlak is 144 vierkante meter, terwijl 12 bij 12. En dan moet je gewoon binnen blijven. Twee en halve schroef, anderhalve schroef. Mooie combinatie, moeilijke combinatie ook. Slotserie. De blok staat op 1 minuut 20. Drievoudige schroef. Heel zuiver uitgevoerd. Ja, dat is een waardevol slot. Dat is zeer waardevol. Een drievoudige schroef in de laatste serie. Dat is super. En ze doet hem ook super. Want als we nog in beeld krijgen, dan zien we dat ze echt die drie rotaties om de lengteas volledig afmaakt. En dat haar voeten dus weer in de richting staan waar ze vandaan kwam. Dus dat ze echt drie keer 360 graden heeft uitgevoerd om de lengteas. Dus 1080 graden. Hier de salto met hele schroef, hele schroef. En hier komt ze buiten de vloer. Kijk maar naar de linkervoet. Op het rode gedeelte. Soms zie je wel vloeren waar een witte lijn op is. Dan mag je wel op de lijn, want de lijn hoort bij het werkvlak. Maar niet over de lijn. Het zit net als bij voetbal. Hier gaat ze met de linkervoet weer over de lijn heen. Drievoudig? Nee, dat is hier. 2,5, anderhalf. Ja, ze heeft waardevolle acrobatiek. Een mooie turnster ook. Kijk, de slotserie. Zien we de voeten? Prachtig. Technisch zuiver uitgevoerd. Sandra Isbaza uit Roemenië. Roemenië dat toch al met al wat teleurstellend heeft gepresteerd hier. 15.375, het levert geen medaille op.